We hebben signalen gekregen dat de Action weer vuurwerk verkoopt, jongens. Dus we gaan zo meteen even naar de Action. En we willen gewoon het hele assortiment halen. Dus van ieder product één. Ik ben benieuwd hoeveel ze hebben. Of ze de knetterballen hebben, knetterlinten of wat had je vorig jaar ook nog meer? Fakkels. Dan gaan we alles halen wat ze hebben liggen. Koop zoveel mogelijk. En dan gaan we het gelijk even afsteken. Dan gaan we terug naar deze locatie. En dan stoken we het gewoon even op. Ja toch? We gaan nu naar de Action. Let's go. Ik moet je zeggen, het valt zwaar tegen, want vorig jaar had je natuurlijk fakkels, knetterballen en dat soort dingen. En al die fakkeltjes van een euro zijn altijd nice. Maar die zijn er dus nu nog niet. Ik hoop nog niet. En anders moeten we gewoon even wachten op de Lidl en de Aldi natuurlijk. Een pakje sterrenregen. 90 cent voor 30 centimeter. Het staat echt nergens op. Wat? Ja man. Oh, hier 24 stuks. Ja, maar ja, die gaan we niet halen natuurlijk. Knalerwten, 200 stuks. Nou, die halen we ook niet. Maar goed, ik begrijp niet waarom ze heel dat schap vullen met knalerwten, man. Begrijp jij het? En met sterretjes. Nou, aanstekers vallen natuurlijk niet onder vuurwerk, maar het is wel wat handig. Dan heb je hier een pakje spacer. Er zitten allemaal losse dingetjes in. Nou, dit is misschien nog wel het vetste, want daar kunnen we het gewoon zo meteen even mee aankloten. En, zoals ik net al zei, de Fire Fun. Die hebben ze ieder jaar. 58 delig voor 8,95 euro. Maar ik zeg eerlijk, neem hem niet, want hier zitten al 30 in. Hier zit er ook al iets van, wat is het, 10 in. En hier ook weer 10 in. Dus eigenlijk is dit al het hele pakket. En dan heb je een aantal fonteinen erbij. Al genoeg om nu even te gaan afsteken op locatie. Het valt tegen wat ze hier hebben. Bij de Lidl gaan ze dit jaar ook knetterlinten verkopen. Ik hoop zo snel mogelijk. Misschien vanwege corona ook later in het jaar. Dus we gaan daar even op wachten. Hier hebben ze nog weinig, maar we gaan zo meteen gelijk met een vuurwerk afsteken. Want eindelijk verkopen ze het hier weer. Er staat er straks nog van leeftijdscontrole. Ja. Toch de sterretjes gehaald, want we kopen gewoon al vuurwerk wat ze hier hebben. Nou, echt ook, jongens. Leg de jongen op zijn stoel. Zoals jullie hebben gezien, een teleurstelling. Want ze hebben heel weinig nog bij de Action. Hier heb je even het spacer pakket. Laten we daar maar mee beginnen. Hoeveel euro was die? 4. 4 euro inderdaad. Nou, het zijn geen stoken inwaardige prijzen. Nou, laten we maar beginnen met het pillendoosje. Hier zaten vroeger kauwgomballetjes in, weet je wel? Ja, klopt. Nou, daar zit een knetterlint in. Eentje. Gaan we die gelijk... Oh, twee. Dat is leid. Zo. Zo. We hebben mazzel. Knetterlintje. Is die anders dan bij de Aldi en zo? Ja, die is zachter. Zo, dat is bijna geen knetter meer, joh. Nee, man. Die is zachter. Gooi er nog even eentje bij. Want als je hier een project van maakt, dan... Het is toch zachter? Dit is niet eens meer knetter, man. Echt, hè? Ik vind design wel raar, man. Zie je? Weet niet, oh ja, dat zijn deze klote dingen, jongen. Wat? Zijn dat niet gewoon die stroboscoopjes? Ja, man, eigenlijk wel. Boom! Nitraat. Zo. Die kun je nog in je klauwen. Die, hoe heet ze ook alweer? Nitro's. Ja. Die we laatst deden. Zullen we eentje voor de gein even in het water gooien? Kijk wat dat effect is. Als de politie dit ziet, denken ze is FP3, joh. Zonder knal. Ja. Het is een mooie pre-burner, hè? Ja, dat wel. Zo, die gaat goed. Maar ja, het is wel een leuk pakket op zich om voor kinderen, weet je, van een paar, 7 jaar of zo. Dit is voor 16 plus, hè? Hier, Cracklin linten. 2 stuks. Dat is eigenlijk hetzelfde als in dat doosje. Zeker. Iets harder. Dat is raar, joh. Nou, dan weten we dat. 2 knetterlinten van de Action staat gelijk aan 1 normale. Eerlijk? Ja. Nee, deze is anders volgens mij, man. Deze smeut meer in plaats van knetter. Nou, die andere smeult in. Wat is dit? Dit is ook weer een mini versie. Pilly cracker. Oftewel... Is dat knetter, denk je? Ja, het sowieso. Zou wel moeten. Dit is knetterbal. Oh, zie je die vonken, gek? Titanium, gek. Nou, er zijn wel veel vonken die erop komen. Een paar tegelijk.
Politie. En nog eentje. Hey, ik ga je trouwens ook heel eerlijk zeggen, man. Kijk hoe genijd het is. Dit zijn gewoon 120 knalerwten in zo'n pakje. Dus gewoon de helft van het pakket is gewoon knalert. Gast. Ziek, hè? Ja. Deze bijen ben ik al benieuwd. Nou, wat is dat dan? Wat doet deze, denk je dan? Oh, dat zijn die. Dat zijn gewoon fonteintjes. Ja, dat is jammer, man. Ik dacht, het zijn bijen. Het is gewoon echt hetzelfde, man. Als die van de net, toch? Ja. Oh. Kut, Rut. Weer een euro. Ja. Gewoon echt vier knettertjes. Hij gaat wel door. Doe dat nog eens? Zo, kijk dat, ziek. Doe maar even een paar tegelijk. En het lekt kruid als de malle, gek. Nou, ben benieuwd. Doosie in de fik. Zo. Hey. Tja. Nou. Fonteinen. Zie je dat goed door de weerskaatsing? Ja. Fonteinen. En hier een aantal van die losse dingetjes. En nog meer fonteinen. Al zeg ik je eerlijk dat ik het pakket er wel spectaculair vind uitzien. Dus snap je wat ik bedoel? Ja. Gewoon alsof het echt een zwaar pakket is met oud en nieuw. Wat ga jij doen? Gelijk even mee beginnen. Oh, niet weer die dingen, hè? Ja, echt verrot. Maar goed, dat is nog het enige wat we aan losse dingen... Zo. Dik lontje. Zo. Maar snel lont, hè? Echt waar? Althans, kijk dit. Dat is geen snel lont. Wel sneller. Ja, omdat het 3 mm is. Nee, man, kijk dit. Hoge kwaliteit. Dit waren andere lontjes weer, die je net aanstak. Zeg je dat niet? Nee, man. Ja, het is echt... Het is bijna geluidsvrij vuurwerk, man. Wat ze willen, toch? Zo, zag je die? Ja. Die houdt een keer het voetje erop. Dat is lachen, dat is een voetzoeker, een tol. Oh nee. En de laatste alweer, zo. Hey. Leef. Hé jongens, en de tundersnaps. Blijken gewoon knalerwten te zijn. Moet je kijken hoe het vriest. Hier, gooi dat zakje leeg. Ja, die jongen, ik hou het erin, man. Cracklin bomb. Ja, als dit ook al... Als het netterballen zijn, alsjeblieft. Nee, pillycrackers, man. Maar die ballen, die heb je niet meer, man. Dat is einde verhaal. Nou, we kunnen ook gewoon alles tegelijk doen. Ja, toch? Nou, dat gaat niet allemaal af voor mij. Ik heb de Big Bazaar altijd goed zijn, maar... Zo. Hoop vonken. Zo, dat was hem. Weinig spektakel. Ja, gast. Kijk, als die langer duurt, zou het nog wel nice zijn ook. Nja. Zo. Lekker wel energieblikjes. Zo, snap je? Maar besef, ja. Hè, zit gewoon een... Ja, zit niks in, man. Niks. Oplichting. Yes? Ja, ga maar. Ook allebei weer hetzelfde, hè? Ja, dat is triest, hè? Maar wel een andere naam. Kijk, en dan heb je deze, de Blue Lagoon. En die zit dan in zo'n pakje. Ja. Zo'n doosje, weet je. Dat is nog meer oplichting, gek. Nee, zou die ook blauw zijn? Ook, we hebben geluk dat het niet waait, want anders valt hij sowieso om. Zou die blauw zijn? Dat gaan we nu zien. Ik zie er niks blauws nog aan af. Ben ik gek. Maar ze wel de beste tot nu toe. Zeker. Voor die 8 euro. Ja.
8 euro. 9 euro toch? Zo, nog meer gek. 8, 9. Die rook is de meeste spektakel tot nu toe. Zo, deze is wel ziek hoor. Ah, die is heel ziek. Bijna een compound. Katrie. De Silver Star. Nou. Huh? Dit was hem. Rookpotje. En volgens mij is het effect... Hier, kijk. Dat is gewoon een rookpotje, gek. Nee, hij schiet dingen eruit, man. Maar wel raar. Raar ding. Dan hebben we nog de laserblink. Wat ik altijd echt misleiding vind, is deze afbeeldingen, weet je? Ja. Alsof het... Mensen kopen het sneller, hè? Zo, de laserblink, jongens. Heel leuk. Stoken! Green flame. Is ook weer niet groen. Ja, ik vind deze wel het ziekst. Van het pakket. Ik vond die ene vet waar niks uit kwam. Ja, dat was echt mislukt. Lekker op een potje diarree, Rick. Gast. Ja jongens, zoals jullie kunnen zien, het vuurwerk van de Action valt zwaar tegen dit jaar. Ik hoop dat ze dit jaar nog meer gaan krijgen, zoals knetterballen, knetterlinten misschien. Maar in ieder geval die fakkels van een euro die ze ieder jaar hebben, want die zijn wel nice. Ze hebben ook een keer een compilatie gehad met Oud en Nieuw. Ik heb laatst het debat van vuurwerk gelivestreamd en jullie hebben kunnen zien, over 2 weken is pas de uitspraak. En ze willen dus echt kijken naar het feit of Oud en Nieuw op deze manier moet doorgaan of dat ze een tijdelijk verbod kunnen invoeren. We hopen natuurlijk van niet. Wij weten allemaal dat het geen zak uitmaakt, want als je geen legaal hebt, dan gaat iedereen naar de illegale markt en dat zorgt juist voor meer zorgoverlast. Maar goed, helaas, hun denken anders en we hopen dat het over 2 weken goed komt. En anders gaan we sowieso een video opnemen, want we hebben nu al 10 jaar op rij een compilatie en 11e jaar komt er ook aan.